Manna, we zijn hier in het stadsarchief van Amsterdam, in de Basel, waar een mooie tentoonstelling is over vondelingen. Je hebt die tentoonstelling ingericht samen natuurlijk met de mensen van het archief. Ja. En je hebt het daarbij behorende boek geschreven. Ja. De tentoonstelling is eindelijk open, dat heeft natuurlijk wat vertraging gehad. Kun je iets zeggen over de reacties op de tentoonstelling? Tot nu toe is het allemaal heel positief, de reacties. In mijn omgeving natuurlijk reageert sowieso natuurlijk altijd iedereen enthousiast. Ja. Maar ook, ik krijg ook best wel reacties via de mail en zo. Hier ook krijgen mensen wel reacties van enthousiast. En ja. Ook de besprekingen tot nu toe zijn ook allemaal heel erg positief. Ja. En ons doel was natuurlijk ook heel erg om, voor mij oorspronkelijk ook, om die vondelingen uit de vergetelheid te halen. En uit wat we dus aangeschreven teksten nu langs zien komen over de tentoonstelling, blijkt ook dat dat wel heel goed overkomt. Ja, maar om die tentoonstellingen tot leven te brengen, je bent erin gedoken omdat je gemerkt hebt dat een van je voorouders een vondeling was. Ja. Nou, indirect. Ja, van mijn partner. Ja, precies. Ja. Hoe zit dat precies? Wat voor een graad die... Hoe je bent dat onderzoek gaan doen, genealogisch onderzoek. Ja, ik onderzoek al, weet ik hoe lang, stamboom van mezelf en van mijn kinderen. Ja. En toen ik het van mijn jongste kind ging uitzoeken, toen stuitte ik dus op die vondeling. Ja. En dat is alweer lang geleden, was dat dan weer. Ja. Ja, dus en dat, het boek behoort bij de tentoonstelling, maar het is geen catalogus. Wat biedt het boek eigenlijk meer dan de tentoonstelling? Je krijgt het hele verhaal over de ontwikkeling van het weeshuis. Krijg je heel uitvoerig en heel prettig leesbaar. Het is heel goed geredigeerd door Maarten Hel. En het geeft net even iets meer achtergrond natuurlijk. Ja. Ze vullen elkaar heel erg mooi aan natuurlijk. Het boek geeft dus het hele de ontwikkeling en ook uitvoeren beschrijft ook het leven in het weeshuis, ook het leven bij de min en zo. En hier op de tentoonstelling zie je dan de materialen die dan besproken worden en waar je de beelden van ziet in het boek, die zie je hier dan in het echt. Ja. En dat is natuurlijk wel, ja. Je noemt minnen. Die minnen kwamen vaak uit dezelfde buurt als waar de vondelingen werden gevonden. Klopt, zou het ook kunnen zijn dat minnen de moeder waren, die dus eigenlijk op die manier een beetje mager, maar toch betaald voor hun eigen kind? Ja, dat was een vraag die ik me van begin af aan stelde toen ik erachter kwam van hoe dat systeem werkte van die minnen. Dat is natuurlijk best fraudegevoelig, hè, want je legt je kind weg en je kunt je als min aanbieden. En, maar ik heb inderdaad daar ook een geval van gevonden. En zelfs twee van moeders die inderdaad hun kind te vondeling legden. En dan een tijd lang hun kind zelf voeden en in huis hadden. Totdat ze dan wel, dat het duidelijk werd dat dat eigen kind was. En dan werd ze natuurlijk gerailleerd. Maar dat kwam dus echt wel voor, dat mensen... Maar dat zijn de bewezen gevallen. Het kan best zijn dat er nog meer zijn. Het kan best wel zijn dat er meer zijn. Dan hoop toch zoiets verzint. En er was ook best wel contact tussen de... De minnen wonen natuurlijk op dezelfde plek als de vondelinglegsters ook en zo. Dus je had ook best wel onderling contacten. Zo. Sommige moeders wisten ook wel waar hun kind was. Dus dan konden ze dat kind ook wel bezoeken ook en zo. Dus, maar de vondeling leggen was strafbaar. Dus ze konden niet zich melden van, goh, mag ik mijn kind bezoeken? Nee. Nou, er zijn wel vrouwen geweest die dat gedaan hebben. Hm. En in de tijd die ik onderzochte, was natuurlijk ook wel een periode dat de regenten tamelijk tolerant ook reageerden erop. Omdat ze ook dan altijd ook bij het teruggeven van kinderen, hè, want er werd dan naar gezocht van wie is de moeder van het kind, dat ze dan ook naar de situatie keken van die vrouw en of het ook zinvol was om het kind terug te geven. Ja. Of dat die situatie zo hopeloos was dat ze dus, dat het eigenlijk geen effect had, dat het kind zo weer op straat zou liggen. Dus, en in zo'n situatie had je soms wel dat ze dan toestemming gaven ook om dat kind alweer te bezoeken ook en zo. Ja. Dus, Het was geen zwart-wit verhaal. Nee, echt absoluut niet. Nee. Ze waren echt wel van de invoelend ook wel. Dat is me wel echt, dat vond ik dat wel heel mooi. Het beeld, als je boeken leest, romantische boeken uit de 19e, 18e eeuw, de Dickens enzovoort ook, dan krijg je een beeld dat die regenten zeer hardvochtig waren. Maar dat is niet... Nee, dat is voor mij echt wel een grote verrassing geweest. Omdat je dat leer je dan vroeger ook op school. Van regenten zijn altijd van, komen uit zo'n klasse waar ze elkaar de lucratieve baantjes toe bedeelden. Ja. Maar zij deden het ook vrijwillig. Dat was ook vrijwilligerswerk. En ze hadden zelf ook werk daarnaast. En ik ben echt wel
positief over die regenten geworden. Ook als ik ook zie hoe ze toch altijd weer opkwamen voor die belangen van die kinderen ook en zo. Ja. Dus dat is niet het beeld inderdaad wat we hebben. Nee, echt niet. Die voorouder, Abel weet niet, die was van 1791. Je hebt eigenlijk alle vondelingen uit die periode heb je gevolgd in hun verder. Ja, ik heb... Er zijn er overleden, er zijn er ook heel veel die geen kinderen hebben gekregen. Kun je iets zeggen of er nu nog veel nakomelingen van vondelingen zijn? Ik vind het wel heel verrassend nu, want ik heb al jaren had ik dan op mijn website staan dat ik de nakomelingen van vondelingen zocht. Maar nu meldt iedereen, of nu zijn er allerlei mensen die zich melden van, oh ja, ik ben nakomeling van een vondeling en kun je me nog helpen om meer gegevens te vinden? Ja, dat kan ook via de website van het Stadsarchief natuurlijk. Als ik het zo ze kunnen mij mailen. En jouw eigen website jij vindt dat leuk, dus je antwoordt altijd. Ik antwoord altijd, ja. Ik vind het echt heel erg leuk om met die mensen in contact te komen, want ik ook nog een fotoproject doen met nakomelingen van vondelingen fotograferen op de plek waar ze gevonden zijn. Zit er nog een stukje schaamte bij die mensen of dat toch niet? Nou, soms dan merk ik dat wel. Ja. Van dat ik dan vraag van, zou je dat leuk vinden om mee te werken? Ja. En ik heb al gehad van een vondeling, nakomeling, die in eerste instantie heel enthousiast was. Ik bovendien ook nog de kleinzoon van die vondeling was in mijn oma's of mijn grootmoeders, overgrootmoeders familie getrouwd ook. Ja. Dus er was ook nog een familieverbinding met die vrouw. Maar toen kwam ze terug van, nee, ik wil het toch niet, want mijn familie wil het ook niet. Ja. En dan, dat is toch denk ik dan een soort schaamte van dat je van een vondeling afstamt. Terwijl, als je van een vondeling afstamt, nou echt alleen maar diepe buiging voor die vondelingen, want het is echt een hard leven geweest voor die kinderen en degene die zich nog hebben kunnen handhaven. Dat is echt, wonderbaarlijk. Er zijn echt sterke mensen geweest. Ja. En wat ook nog wel is, van dat die kinderen die het gered hebben, die ook nog een gezin hebben kunnen stichten, heb ik altijd gedacht van, nou, misschien heeft het ook te maken met dat ze misschien in de eerste periode bij één min geweest. En dat ze nog in de eerste levensjaren, dat ze nog een soort hechtingsrelatie hebben kunnen aangaan met iemand. En het is natuurlijk maar één jaar wat ik echt helemaal uitgediept heb. Ja. Maar daar blijkt dus wel uit dat van het percentage kinderen wat overgebleven is en nog iets van hun leven heeft kunnen maken, dat er toch net even een groter percentage is die afstand van een vondeling die maar één min gehad heeft dan over het totale plaatje van de kinderen die afstammen. Dus het is wel zo dat het, voorzichtig gezegd, volgens mij wel een relatie heeft, dat kinderen toch een stabiel begin gehad hebben nog. Maar goed, je zegt dat ik heb gefocust op het ene jaar, maar je boek geeft een veel breder beeld. Je plaatst het helemaal in een volledig kader hoe dat zo tot stand is gekomen. Ook hoe het daarna nog gegaan is tot in de 20e eeuw zelfs. Ja, klopt. Ja, dat, ja. Ja. Ik vind het een fantastisch boek wat je geschreven hebt. Ja, dankjewel. Ja, ik vind het ook heel... Ik kan me zo voorstellen dat het van die nakomelingen ook leuk is. Is het ook voor andere mensen een leuk boek? Ja. Nou, van degene die het dan weet dat ze het gelezen hebben en niet van de vondeling afstammen. Ja, iedereen reageert altijd helemaal enthousiast van, het is zo makkelijk leesbaar. En ook mensen die nooit dit soort boeken lezen, weet je, die dan toch zeggen van, nou, het is als een trein. En ik was ook een keer op de tentoonstelling en er kwam er ook een oudere man naar me toe. En toen was ik iemand dat iets aan het uitleggen. Die zegt, bent u de schrijver van het boek? Ik zeg, ja, dat ben ik. Ja. En die zei, nou, wat een geweldig boek. En hij zegt, ik heb het in één adem uitgelezen. Ja. Zo. Ja. Nou, dat is toch echt super geweldig voor zo'n boek, wat zo'n historisch boek en zo. Ja. Van, Nee, maar dat viel mij ook op. Ik ben natuurlijk als uitgever mee bezig geweest. Ik vond het ook heerlijk om aan te werken. Ja. De pers, de recensies zijn ook heel positief natuurlijk. Ja. En wat ook heel positief is, waar mensen goed op reageren ook, is dat er zoveel beeld bij staat ook en zo. Je kan het ook heel goed voorstellen ook en zo. En het is ook, ik heb oorspronkelijk het gevoel gehad van, nou, ik moet gewoon zoveel mogelijk de verhalen van de kinderen vertellen. En nou, dat is een beetje toch een beetje minder geworden dan wat mijn oorspronkelijke manuscript was. Maar er blijven er genoeg over. En op de tentoonstelling worden er een paar ook echt expliciet verteld met film ook en zo. En dat is echt een toevoeging ook aan het geheel. Je hebt een paar lievelingen wat dat betreft. Ja, Abel natuurlijk. Ja, Abel weten is natuurlijk echt waarmee begonnen is natuurlijk. Maar er zijn echt een aantal kinderen, ook minder trouwens ook hoor, die echt zo aansprekend zijn. En niet al mijn favoriete vondelingen die zitten op de tentoonstelling, maar wel een aantal en zo. En het is echt ook, ze zijn allemaal zo verschillend dat ze er doorgekomen zijn. En alle verhalen zijn verschillend. En waar ik ook verbaasd op ben, is hoeveel
verbindingen er ook heb kunnen leggen tussen bepaalde vondelingen en minnen en onderling weer minnen en onderling vondelingen en ook hoe het verder gaat. Want ja, want in jouw eigen genealogie zitten meerdere vondelingen en meerdere minnen in. Hè? Ja, klopt. Maar wat ik dus nu ook wel nog mee bezig ben, ook met die nakomelingen van vondelingen uitzoeken. Dat heb ik al natuurlijk al gedaan voor het onderzoek. Maar ik ben dat nu nog even weer de puntjes op de i aan het zetten bij sommigen. En dat je dan ook patronen ziet in het vervolg van die levens. Bijvoorbeeld, maar ook van minnen. Weet je, dat je dan een min hebt die dan min wordt omdat ze zelf in het almoezeniersweeshuis heeft gezeten. En dan gaat ze zelf dood, ook jong. En dan komen haar kinderen weer in het diakonieweeshuis dan terecht. En dan ook weer een kleinkind, weet je wel. Dus het is dan alsof het zo moest zijn in die familie. Dat zijn vondelingen. Het zijn natuurlijk twee groepen, maar heel erg verwant. Ja, zeker. Dus dat vind ik wel heel mooi. En ook een van die kinderen hier van Christine Meidam op de tentoonstelling, waarvan ik dan... zij is dan met haar moeder, met de broer en de moeder, hebben ze over straat, onder de blauwe hemel hebben ze geslapen. Ze hebben over straat gezworven. Maar die moeder kwam ik dus ook weer eerder tegen, dat ze met een andere moeder meekwam om het kind terug te halen als getuige. Om te zeggen van, dat was mijn kind. Ja. Dus het grijpt allemaal zo in elkaar, weet je. De vondeling legsters en de minnen. Het hoort allemaal tot dezelfde groep eigenlijk en zo. En er zijn allemaal onderlinge relaties tussen. Heel veel emoties in al die verhalen. Ja, echt. Het gaat over levens, hè. Ja. Dankjewel, Amanda. Ja. Oké, nou, graag gedaan. Leuk met je over praten.